Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan-Hans Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 51 hier in China. Voor het eerst keren wij weer terug op dit circuit. De afgelopen 3 seizoenen hier niet opgereden. Waarom? Codemasters had toen nog geen update uitgebracht met de nieuwe banen. Goed verhaal. 2 trofeeën in er wel toegevoegd aan. Ja, de trofeekast. En misschien dat daar vandaag een derde bij kan gaan komen. Maar als het droog is, zijn wij heel erg langzaam. Het moet gaan regenen. En dan kunnen wij misschien wel de race gaan winnen. Maar goed, heb je die vorige video in Australië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken? Vanuit deze K10, dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop. En zet de video verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. We gaan erg lekker, dus dankjewel voor de 160 abonnees. Laten we door pushen naar die 165 abonnees, dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. We hebben een chassis department, een evenement waar we zo meteen even moeten over gaan beslissen. Er komen ook updates aan, heel veel updates. Ook even kijken naar de faciliteiten. Dat waren dus even snel de updates. Heb je ze gemist? Pauzeer de video even en kijk even terug. Hebben heel veel geld. En staan gewoon 5 in het coureursklassement. Met 14 punten. Schumacher nog geen punten gescoord deze 2 races. Hopelijk dat daar misschien vandaag iets aan kan gaan veranderen. 2 overwinningen tot nu toe. Nog geen pole position, volgens mij wel 1 pole position in Canada volgens mij. En hier dus even dat dilemma waar we moeten uit gaan kiezen. Thanks. We hebben toch nog genoeg researchpunten over, dat zeg ik wel. Maar nu is het volgens mij helemaal nul. Niks, maar het geeft niks, want tijdens de trainingen kunnen we dat allemaal weer op gaan bouwen. Maar goed, dan is het tijd voor de kwalificatie voor de grote prijs van China. We gaan weer terug naar... ja, China. Fijn om daar weer terug te zijn. Na 2 seizoenen geen Grand Prix daar te hebben verreden. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 51. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 voor de grote prijs van China. Missen daar helaas gewoon de laatste bocht en krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Het is wat het is, maar dit gaat onze run niet verpesten. Wat wel... mislukt is de eerste bocht. We nemen daar te veel snelheid mee en glijden wat als het ware naar buiten bij die bocht. Ook de tweede bocht nemen wij niet zo mooi en niet zo soepel en niet zo fijn. Kom aan bij de hairpin. Die nemen wij wel erg goed. En dan is het zometeen op naar start-finish. En dan laten wij... een 1.34.8 noteren. De snelste tijd tot nu toe. En dan zitten we inmiddels einde van Q1. Als wij daar even iemand voorbij moeten laten. Trouwens, nee. Oké, ik dacht even dat die Mercedes-rijder er voorbij wou, maar nee. Dus wij kunnen gewoon onze laatste run in... voor misschien een plekje in Q2. De top 16 namelijk. Staan op dit moment op de 13e positie. Dus moeten ons wel wat gaan verbeteren. Anders ben ik bang dat wij uit de kwalificatieboot stappen. En dat het einde avontuur is in Q1. Willen we natuurlijk niet groen in sector 1. Jazeker. En dat is P7 met een 1.34.259. P8 inmiddels. En we kunnen er nog een keer voor gaan zitten. We hebben Michael Schumacher voor ons rijden. De vlag hangt uit. Maar hier verliezen wij altijd heel veel tijd. En is het op naar Q2. Het is in één keer bewolkter geworden. Maar geen regen. Wel komt de regen in de race. Daar moeten wij dus voor oppassen. En Joe
voor Haas naar P12. Piastri ook door naar Q2. Mijn oud teamgenoot van seizoen 1 is dus weer terug. Wij moeten dus proberen om door te kunnen komen naar het derde en laatste kwalificatiedeel in China. En dan laten wij een 1.33.7 noteren op een P3. Komen 2/10 tekort op Pierre Gasly. We kunnen nogmaals een ronde gaan doen met nog ongeveer 50 seconden op de klok. Iedereen is dus nu naar buiten voor een outlap en gaan zometeen. De jongens gaan dan allemaal een ronde laten noteren. De vlag hangt uit in Q2. En wij noteren paars in sector 1. Ik weet niet dat we in sector 2 noteren. Maar het is wel de snelste tijd met 3 keer paars. Paars in sector 1, 2 en 3. De snelste tijd in Q2. Beloof nogal wat voor het late kwalificatiedeel. En zijn we inmiddels aanbeland bij Q3. De zon is weer teruggekomen. De bewolking is wat verdwenen. En gaan we kijken of wij misschien een gooi kunnen doen naar de pole position. Voor aflevering nummer 51. Missen daar een beetje de apex in deze hele lange doordraaier. Bocht nummer 1 en 2. Hier een kortere lijn nemen, jazeker, om zo min mogelijk tijd te verliezen. Michael Schumacher is trouwens niet door, terwijl wij even paars in sector 1 noteren. Snelst van allemaal in de eerste sector. Komen we aan bij het einde van mijn eerste run in Q3. En het gaat ons brengen naar een 1.33.6. De pole position voorlopig in handen. Perez op P5. En kunnen ons misschien weer gaan verbeteren. Nu weer in het rood helaas. En dan is het de uitslag van Q3. Sainz pakt toch de pole af. Perez naar 2. Russell 3. Norris 4. Gasly 5. En wij dus naar de 6e positie. Hebben wel een softband over. Dat is wel goed. Dat is wel nice. Dus ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de race voor aflevering nummer 51 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. It's time again then for Formula 1 in Shanghai. Northwest, the thriving city of over 24 million people, is a circuit that first featured in the championship calendar in 2004 and played host to Formula 1's 1000th Grand Prix. In 2019. The ever-tightening turns 1 and 2 will prove tricky in the slippery conditions here in Shanghai, and anyone that slides wide will lose a lot of time getting back on track. Turn 14 should still be the best place for overtaking, but we'll have to see some improvement in the weather before the drivers can take advantage of that DRS assistance. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's Carlos Sainz in pole position. Sergio Perez lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Russell, Norris, Pierre Gasly, the Professor, Fernando Alonso, Tsunoda, Ocon, and Kevin Magnussen, Teo Pourchaire, Tictum, Guan Yu Zhou, and Albon, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Charles Leclerc, and Michael Schumacher, Latifi, Stroll, Verstappen and Robert Schwartzman. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's have a chat about McLaren. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, dat gaan we doen, Mark. Leuk. Praat normaal. Wauw! Ja, praat gewoon normaal. Rustig. Goed, nou. Dan staan we op de grid. Ik weet niet hoor, maar
die guy rechts van mij heeft gewoon een korte broek aan terwijl het hier gewoon regent. Heel normaal. Een eenstopper, van de Inters naar de Inters. Nou, we gaan beginnen met de formatie ronden. We trekken dus op een zesde positie. Oké. Maar de start hebben we al gehad, dus ik weet niet waarom je dat zegt, Mark. In ieder geval, de banden moeten op temperatuur. Deze Inters die zijn wat aan de lagere kant om op temperatuur te houden. Hier is de ideale window 70 graden, terwijl op de slicks 80, 90 graden de ideale temperatuur is. Maar goed, dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. We vertrekken dus vanaf de zesde positie. En kunnen misschien, als wij een goede start hebben, misschien wel naar P3. Of zelfs nog beter aan de leiding. We komen goed in de gridslots, jazeker. En nu is het afwachten totdat de laatste auto bij zijn plek is. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 51 van F1 22. My Team Karemo voor de grote prijs van China. Natte weersomstandigheden hier op het circuit. Volledige intermediates eronder gezet. De lampen gaan aan voor de grote prijs van China. We vertrekken op de zesde positie en de lampen zijn uit en we zijn onderweg en rollen goed weg. Extreem goed weg. Castiel verschalkt. Daar aan de binnenkant van Norris. P3 is van ons. Goed gedaan. En hier dan ook gelijk Carlos Sainz te grazen genomen. Jazeker. Hetzelfde geldt voor Perez aan de binnenkant. Jazeker. En dat is de leiding veroverd vanaf P6 naar P1. Gaan we gelijk die buitenkant verdedigen. Perez kan er niet voorbij. En dat is officieel P1. Wat een extreem goede start hebben wij hier meegemaakt in China. Goed gedaan. En het hier al gelijk paars in sector 1. Zijn al 14e los van de Mexicaan. 16e maakt daar maar wat van. Ongeveer 15e, 14e. Ik zeg gewoon 14e. Goed gedaan, goede start. Nu is het focussen op geen fouten in de regen. Want dat kan misschien fataal worden voor ons. Het regent niet zo hard, dus ik ben ook benieuwd of wij misschien naar de droge weerbanden kunnen aan het einde van de race. Gele vlag. Gele vlag, want er is iets gebeurd. En Haas is gespind. Maar ik weet niet van wie. Alles rijdt weer gelukkig. Dus dat is goed om te zien in ronde nummer 2. Nog 26 rondes te gaan en het gat naar Perez is 19e ongeveer. Dus ongeveer een seconde. Dat moeten wij echt zien te vergroten in de bochten op het rechte stuk. Daar verliezen wij gewoon heel veel tijd. En daarom heb ik ook voor een downforce setup gekozen. Omdat ik wist dat er regen aan ging komen. We gaan daar wel een klein beetje wijd. En krijgen onze eerste officiële track limits aan onze broek. En zetten de snelste race ronde neer met een 1.44.8.7.2. En we zitten in de derde ronde van de race. Gat naar Perez is 18e ongeveer. Naar Sainz is 1.7. Naar Norris is het al ruim 2 seconden. En naar Russell is het ruim 3 seconden. Herhaling van de start hier in China. Wij dus op de zesde plek en kwamen gewoon heel goed weg. Nauwelijks wielspin. En zaten er al aan de binnenkant kijken van Norris. Wordt daar even krapjes, maar toch weten wij Norris mooi te squeezen. Zo wordt dat genoemd. En hier aan de binnenkant van Perez. En zo pakten wij de leiding in de grote prijs van China. Gaan we gelijk mooi verdedigen van de Mexicaan. Zorgen dat hij er niet langs kan. En hier is het dan gewoon wegrijden. Neem al gelijk een andere lijn. En Perez kan hier niet aanvallen. Hier is het te krap. Norris zit wel te kijken en doet daar een dive bomb naar Sainz. Ik weet niet of dat gelukt is. En dit gebeurde er met de Haas van Mick Schumacher. Die geeft gewoon gas in een bocht en is de auto kwijt. In de regen houdt hem trouwens wel mooi. Dus dat is goed om te zien. Verschoor zat daar ook even te koekeloeren. En dit ziet Verstappen achter de Alfa Romeo. Van Piastri volgens mij. Oh, en die raakt zijn voorvleugel. Die is kwijt. Verstappen moet naar binnen voor een nieuwe neus.
En dit gaat hem heel veel seconden verliezen. Daar zit Piastri trouwens weer terug te kijken. En hier zie je zometeen aan de linkerkant is een wing end plate weg bij Verstappen. Dus die moet gewoon naar binnen voor een nieuwe neus. En dan zitten we in ronde nummer 15 van de race. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd in de wedstrijd. En wij duiken naar binnen voor onze laatste pitten van de dag. Gaan opnieuw naar de intermediates. De baan is nog niet droog voor de slicks. Alhoewel de regen is gaan liggen. De baan is nu nog alleen maar nat, nat, nat. Dus die moeten wij droog rijden. En dan is misschien de vraag, wanneer kunnen wij dan naar de slicks? Of misschien kunnen we helemaal niet meer naar de slicks. 2,3 is de pitstop en komen we gewoon weer mooi terug aan de leiding in de grote prijs. Omdat bijna iedereen naar binnen duikt. Dus van P1 naar P1. En het kan onze derde overwinning worden in My Team Career Mode. Waarom onze derde? De eerste drie seizoenen verliepen moeizaam. Hadden in Canada en in Mexico vorig seizoen toch nog een keer gewonnen. Maar daarna hield het ermee op. En Schumacher is naar binnen gedoken. We zitten in ronde nummer 17, begin ronde nummer 18 van de race. Als wij even de snelste raceronde noteren met een 1.43.196. Gat naar Perez is inmiddels opgelopen tot 4,9 seconden. De Mexicaan moet vooral naar Lando Norris kijken. Sainz en Russell zitten daar ook niet te ver achter, zie ik. En dan zitten we in ronde nummer 21 van de race nog 7 rondes te gaan. Als het daar geel is in sector 1, dan rijdt iemand langzaam of er gaat iemand uitvallen. Het is volgens mij George Russell. De Mercedes-rijder houdt ermee op. Ja, Russell uitgevallen in de race. 0 punten voor de Brit. Dit vindt Toto Wolff niet fijn. En weer pech voor een Mercedes-coureur dit seizoen. En Verstappen gaat hier niet op het podium eindigen. Gaat hier ook volgens mij niet in de punten eindigen. Dat betekent dat na 2 races de streak van de Nederlander erop zit. Herhaling van Russell die hier denk ik zijn motor opblaast. Ik zie nog geen rook. Het is geen motor. Ik denk gewoon een versnellingsbak die ermee ophoudt. En 0 punten voor Russell. Maar goed, dan zitten we in de laatste ronde van de race. Wij gaan hier weer een race winnen in My Team Career Mode. Goed gedaan. En kruipen dichter richting Verstappen. Perez 2e, Norris 3. En wij pakken autosnel het racepunt. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. That's the race win. That is the race win. You've been amazing today, mate. You deserve that. Well done. A hard-fought win today then, after a very difficult race. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. What a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Maar goed, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van China. Pakken ook de snelste race op het punt. Perez naar P2. Norris naar P3. Sainz 4. Gasly 5. Alonso 6. Tsunoda 7. Porsche P8. Ocon 9. En Leclerc toch nog naar de punten. Van P17 naar P10. Goed gedaan.
één uitvaller, George Russell. En wij naderen Verstappen op 10 punten. Perez komt ook dichterbij op 4 punten. En wij derde in het constructeurskampioenschap. Maar de titel is tot nu toe binnen handbereik. Als dat zo blijft, dan kan dit wel een uitstekend seizoen gaan worden. Maar we hebben weer een overwinning erbij geschreven. Onze derde overwinning van My Team Career Mode. Met als snelste regelpunt de volledige score dus gepakt. Plus 5 voor mij, plus 3 voor Perez. Dat maakt dus 11 voor Perez en 8 voor mij. Dus we zitten er dichtbij. Team McLaren level 24, dus het team. Wij zijn level 19. Schumacher is level 18. Dus goed gedaan. Dan de sponsoren. Alle drie dus binnengeharkt, maar $713,8 erbij. Geen schade gereden door beide rijders. Goed gedaan, 100k dus erbij. In totaal op de bank maar $11,83 miljoen. Dus ik denk dat we echt op zoek moeten naar nieuwe sponsoren. Maar goed, er zijn weer twee updates bijgekomen. Goed gedaan. Maar ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer je dan voor meer wekelijks F1-22 My Team Creamed content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Ik wil jullie alvast ook volgens mij een heel fijn kerst wensen. Fijne feestdagen alvast. En ook alvast een gelukkig nieuwjaar. Trouwens, de laatste video die komt op 31 december uit van het laatste jaar. En dan op 1 januari komt er weer een nieuwe video. Dus, vergeet het laatste maar. Nu alvast een hele fijne feestdagen. Fijne kerst. Ga wat leuks doen met je familie. Mij maakt niet uit. Ja, dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.